En Freek, op de beestenmarkt was het hardste applaus niet voor jou, maar voor de T-Rex. Gelukkig wel, zeg. Hey. Het had een beetje raar geweest als het andersom was geweest, toch? Je wil niet weten hoe hard ze hebben staan juichen daar. Ja, echt. Dat was heel gaaf om te zien. Maar het is ook logisch ook. Wat wij nu vandaag naar binnen hebben gereden is echt iets unieks. We hebben een skelet, een fossiel van een T-Rex dat ongeëvenaard is. Er zijn ook maar slechts 10 T-Rex skeletten opgegraven op de hele wereld. En wij staan gewoon in de top 3 met dit skelet. Het is een prachtig bewaard gebleven fossiel waar wij natuurlijk ook weer veel uit af kunnen leiden. Vanuit een wetenschappelijk perspectief, zodat we meer te weten komen over hoe T-Rexen leefden. En het feit dat ik mijn hand nu zo op een snuitje kan leggen. Snuitje, snuit. Dat vind ik zo gaaf. En die tanden. Wat een mooie dag. En hoe was de rit van Schiphol naar Leiden? Die ging heel soepel, want we hadden een politie-escorte. Dus de hele A4 was afgezet. Dus geen auto's voor ons, geen auto's achter ons. Dus we konden zo in één keer doorrijden. Ook om ervoor te zorgen natuurlijk dat er absoluut niks met de vrachtwagen kon gebeuren. En gewoon een heel mooi feest op de beestenmarkt, hè? Ja, heel mooi feest op de beestenmarkt. En nu hier in Naturalis het openen van de dozen. En het zien van de allereerste botten, dat is een te gek moment. Beetje emotioneel ook wel, omdat we er zo lang naartoe werken. En dan uiteindelijk is het moment daar, dus het is bijna surrealistisch. Maar toch is het zo. Geweldig.